Ik denk dat we allemaal toch te diep in deze mooie ogen hebben gekeken. Want het zijn prachtige honden. Dat het zo uitgepakt heeft, dat hadden we nooit kunnen bedenken. Ongelooflijk. Achter je zus aan. Kom maar. Ja. De wolfhonden Bonnie en Clyde hebben een permanente plek. Dankzij gulle donateurs hebben de twee een speeltuin en een omheining waar niemand in of uit kan. Dat is mooi. Het zijn hybride, dus deels wolf. En nog wel een flinke percentage wolf. En vanaf dat moment wisten we ook van, het gaat ons niet lukken om gewoon te plaatsen. Ja, precies. Nee, er zit een verschil tussen wolfshond en wolfhond. Bonnie en Clyde zijn wolfhonden. Het verschil daarin is dat een wolfhond een directe afstammeling is in een bepaalde generatie van een wolf. Bonnie en Clyde zijn ook wolfhonden, waarschijnlijk van de tweede generatie. Dus eerste generatie is daadwerkelijk een kruising met een wolf. En de tweede generatie komt er nog weer een hond bij door. Daardoor ligt hun percentage op tegen de 34%. Een wolfshond, zoals bijvoorbeeld de Ierse wolfshond, is een totaal ander soort hond en die werd gebruikt om op wolven te jagen. Dus dat is het verschil. Ik denk dat we allemaal toch te diep in deze mooie ogen hebben gekeken. Want het zijn prachtige honden. Daarnaast het besef, het zijn gewoon gezonde honden. En voor ons ook hele lieve honden. En ja, ze zullen toch een keer het asiel moeten verlaten. En dat dit dan de oplossing is en dat het ook al gelukt is. Ja, daar kan niks tegenop. Ja. Sinds dat ze hier zijn, lijken ze wel vrijer en meer contact te zoeken ook met iedereen. Ze zijn heel nieuwsgierig. Ze zien alle auto's hier aankomen. En wat we dan zouden denken, dat ze weg zouden schieten en daar heel erg aan zouden moeten wennen. Want immers, ze waren altijd aan de achterkant van het dierenasiel. En nu zitten ze aan de voorkant. En ze vinden het geweldig, al die mensen die langskomen. Ja, ze voelen zich ook veilig. Dus we zijn hier natuurlijk overdag al verschillende keren geweest om een beetje te laten wennen. We kunnen jullie ook niet ineens aan je lot overlaten hier. Dus jullie moesten wel even wennen. Nou, en dat pakt nog mooier uit dan dat we gedacht hadden. In het dierenasiel van Zwolle hielden Bonnie en Clyde de speelweide bezet, die normaal bedoeld is om asielhonden te kunnen laten rennen. Dankzij een crowdfunding kunnen hier nu weer gewone honden spelen, want Bonnie en Clyde hebben de ruimte voor zichzelf. Geweldig toch? Dat is precies wat we wilden. Hè? Wat eigenlijk het doel was van de hele actie en tot het zo uitgepakt heeft, dat hadden we nooit kunnen bedenken. Ongelooflijk. En dat vindt eigenlijk iedereen en die reacties hebben we eigenlijk ook van heel Nederland binnengekregen. We zijn de crowdfunding gestart, doneren vierkante meter vrijheid voor Bonnie en Clyde. Dat was toen jij ook aansloot en dat is eigenlijk helemaal viraal gegaan. En uit alle delen van Nederland hebben mensen gedoneerd, bedrijven gedoneerd. Hele leuke reacties. Ja. Maar dit is wel eigenlijk fantastisch, ook hoe het gegaan is onder elkaar en ook hoe bedrijven hieraan mee wilden werken. En niet te vergeten de tuinvrouw, dus iedereen werkte mee. Iedereen was heel erg betrokken. De crowdfunding leverde zoveel op dat het dierenasiel zelfs nog wat achter de hand heeft als dat nodig is. De uitgangspunt was dat de honden gewoon 24 uur per dag zelf moeten kunnen kiezen. Willen we buiten zijn of willen we binnen zijn? Nou, met de unit, dat is een geïsoleerde unit, er zit een hondenluik in. Binnen is verwarming, als ze dat willen hebben, willen ze het niet, gaan ze lekker naar buiten. Ja. En het zijn vooral buitenhonden, geloof ik. Ja, je merkt gewoon nu ook, 's nachts verblijven ze nu nog in de kennel, daar staat het luik van open. Maar als je 's ochtends komt, dan zijn ze eigenlijk altijd, komen ze van buiten, vaak nat geregend, terwijl ze keurig droog binnen kunnen liggen. Ze slepen alles mee naar buiten, want het zijn echte buitenhonden. Ja, precies, ja. Precies. Bonnie en Clyde zijn, zover bekend in Nederland, de enige wolfhonden met zo'n mooi permanent verblijf.